Zijn scholen voorbereid op een mogelijke tweede coronagolf? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Een aantal scholen heeft zelf coronatests ingeslagen. Mocht er straks een vaccin tegen corona zijn, dan wordt inenten niet verplicht. Maar het zorgpersoneel dat zich niet laat inenten, mag niet meer werken op bepaalde afdelingen. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid. Contact nu met Jan Kloosterman, raad van bestuur van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie. Goedenavond, meneer Kloosterman. Goedenavond. Ja, wat vindt u van het voornemen van het ministerie? Hoewel we het dilemma goed begrijpen, namelijk gezondheid zoveel mogelijk bevorderen, vinden wij het geen goed voorstel. Omdat dit toch neigt naar vaccinatieplicht, wat ten koste gaat van een gewetensvolle afweging die professionals in de zorg zelf moeten kunnen maken. Dat zit in onze grondrechten. Ja. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, maar ook de integriteit van je eigen lichaam. Ja. Dat is heel erg belangrijk en wij vinden die prijs te hoog. Ook al gaat het hier om heel belangrijk, het bevorderen van gezondheid. Ja, wat ik wil zeggen, dat op andere manieren ook. Ja, als je in de zorg werkt, is toch gezondheid van ultiem belang? Absoluut waar. En daarom gaat het hier ook niet om een zwart-wit gegeven, maar om een dilemma. Tegelijkertijd moeten we zeggen, het vaccin is er nog niet. We weten ook de eventuele werking ervan nog niet. Ook eventuele bijwerkingen ervan nog niet. Ja. Dus de maakbaarheidsgedachte die lijkt te spreken uit, dan lossen we alles op met een vaccin. Nou, daar kun je ook nog kanttekening bij zetten. Andere kant, een vaccin kan natuurlijk heel goed helpen om het virus te bestrijden. Net zo goed als een aantal andere maatregelen. En wij zeggen dat moet je in combinatie blijven doen. We hopen ook dat het testen nog sneller kan. Dat je voordat je de deur 's morgens uitgaat kunt testen. Maar niet die grondrechten inbreken als het ware. En dat als prijs voor de gezondheid. Ja, wat zijn uw bezwaren tegen verplichte inenten? Nou, dat je mensen in hun vrijheidscirkel enorm aantast. Mm. De grondrechten zijn niet dingen in zichzelf. Die beschermen belangrijke waarden voor onszelf. Namelijk dat je kunt leven namens een godsdienstige overtuiging. Inclusief het gedrag dat erbij hoort. Maar ook dat je zelf erover gaat of je ingeënt wordt of niet. En niet een overheid die besluit om jou in te enten of niet. Doe je dat wel, dan loop je natuurlijk ook een enorm gevaar van polarisatie. Want dan heb je straks een ingeënte groep en een niet ingeënte groep binnen een ziekenhuis of een bejaardentehuis. En dan is het, je mag dat stukje werk niet doen, want je bent niet ingeënt. Of je krijgt de baan niet, want jij wilt niet vaccineren. Ja. En dan krijg je vaccinatie wat leidt tot polarisatie. Ja, toch als ik op de stoel van de overheid ga zitten en die zorginstellingen zie en ook scholen bijvoorbeeld, dan zou ik willen dat iedereen ingeënt was die daar werkt. Ja, daar denken wij dus echt anders over. We snappen dat je doet wat je kunt om die gezondheid te bevorderen. Maar gezondheid is niet het enige. Grondrechten laten nogmaals belangrijke waarden zien die ook beschermd moeten worden. Vaccinatie is tenslotte ook niet de successleutel. Er zijn gelukkig hygiënemaatregelen, medicatie, maar ook het je houden aan afspraken die we hebben gemaakt, waardoor de ziekte ook bedwongen kan worden, of in ieder geval de effecten daarvan teruggebracht kunnen worden. En kijk eens naar de ontwikkeling van testen. Ik kan me zo voorstellen dat als dat nog doorgaat, gisteren nog een belangrijk artikel over gelezen in de Volkskrant, dat testen heel snel de uitslag bekendmaken. En je mis je wel voordat je 's morgens de deur uitgaat als verpleegkundige kunt weten of je besmet bent of niet. Ja. En dan kun je ook veilig deelnemen op de intensive care aan je werk. Oké, tot slot. U bent een vakorganisatie, u heeft veel leden in de zorg. Heeft u al signalen gehad van mensen die zich zorgen maken? Zeker, wij krijgen hier vragen over. Je ziet ook dat de discussie staatsrechtelijk aangezet wordt naar bredere, u noemde het zelf al, bredere doelgroepen, denk aan het onderwijs. Ja. Dus dit is niet alleen, daar gaat het nu wel over allereerst, maar niet alleen iets van voor werkers in de zorg. Dit kan ook een bredere discussie losmaken. En eigenlijk gaat het erover tot hoe ver mag de staat gaan. Ook in het bevorderen van de volksgezondheid. Hoe belangrijk ook, daar zitten grenzen aan. En dit is wat ons betreft een rode lijn als het gaat om het vaccineren. Geen plicht. Daar moet iemand zelf over kunnen beslissen. Uitstekend. Dank voor uw toelichting. Jan Kloosterman, raad van bestuur van de RMU. Hier aan tafel Pieter Mons, directeur van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs. Goedenavond, meneer Mons. Goedenavond. Ja, scholen, ik noemde ze al, die krijgen daar mogelijk ook mee te maken. Dat zou kunnen, al hebben we gisteren natuurlijk duidelijk gehoord van het kabinet dat vaccinatie niet verplicht wordt gesteld. Ja. Het inenten wordt niet verplicht gesteld. Maar scholen zullen met deze vragen te maken krijgen. We hebben scholen ook daarin op voorbereid. Mm-hmm. We hebben ze daarin ook ondersteund.
Als die vragen er komen, hoe ga je dan wijselijk daar als school mee om? Ja. Kijk, als school hoef je op dit geen standpunt in te nemen. Want als het gaat over vaccinatie, is dat in de eerste instantie natuurlijk een zaak van de persoon, van de leraar zelf. Dus of van de ouders, als het gaat over de kinderen. Dus als school hoef je daar niet direct een standpunt in te nemen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat een school, en dat zie ik ook gebeuren, dat de school zich heel goed rekenschap afgeeft van de maatregelen die ze treffen op school. Mm-hmm. Denk aan de 1,5 meter, denk aan de hygiënische maatregelen die er zijn. Goede informatie over hoe je besmetting kan voorkomen enzovoort. Ja, dus zeggen wat je doet. Wat je voor dat in ieder geval, En scholen kunnen inderdaad ook in die zin zeg maar informatie over vaccinatie doorgeven aan ouders. Hè, dat kan, maar het is een zaak van zowel de docent zelf als ouders om te bepalen of ze zich laten innemen. Ja, duidelijk. Even naar een actueel probleem. Dat is dat scholen zelf tests in gaan slaan om te kijken of leerkrachten corona hebben. Omdat het vol zit bij de GGD's. Ja. Ja. Bereiken jullie die signalen ook? Ja, nou, ik heb het gelezen. Dit speelt niet in onze scholen. Mm-hmm. Ik heb me daar vanmiddag juist nog eventjes van laten informeren daarover. Maar dat speelt niet op onze scholen. Maar ik heb het wel gelezen inderdaad dat er een scholengroep, een basisscholengroep geloof ik is, die het heeft gedaan. Nou, in eerste instantie zeg ik van oké, creatief. Hè. Ik begrijp dat men zegt van ja, dit is een problematiek die alleen maar toe gaat nemen zoals het er nu naar uitziet. Wij zullen dan zelf een oplossing moeten gaan vinden. Maar ik denk dat we dit met name ook moeten interpreteren als een noodsignaal wat men afgeeft. Van ja, luister, we kunnen deze problematiek gewoon niet aan als er nog meer leraren straks thuis komen. Ja, het is een beroep op de overheid van geef ons voorrang. Er wordt een duidelijk beroep gedaan op de overheid. Minister Hugo de Jonge heeft aangegeven dat hij gaat kijken inderdaad of dat de vitale beroepen, ook het lerarenkorps, of dat ze inderdaad voorrang kunnen krijgen. Maar aan de andere kant geeft de GGD aan dat ze gewoon met een capaciteitsprobleem zitten, ook met de laboratoria. Dus ik snap deze scholengroep wel dat ze deze stap doen. Economisch gezien heeft het ook nog een voordeel. Want als je inderdaad een docent thuis laat zitten en je moet hem laten vervangen, dat kost meer dan de aanschaf van deze test. Ja, ik heb begrepen, een €300 kost een vervanger per dag. Ja, en 100 euro de test. Die rekensom is gauw gemaakt. Die keuze is snel gemaakt dan. Maar waar het om gaat is, je wil een stukje rust en continuïteit in het onderwijs waarborgen. En daar wordt een beroep gedaan op de GGD om deze beroepsgroep voorrang te geven. Mijn oproep is van kijk of dat de GGD en deze commerciële partijen, of dat die niet samen kunnen werken ten gunste van deze beroepsgroep. Dus in die zin is het een duidelijk noodsignaal wat neergelegd wordt van mensen, de testcapaciteit is onvoldoende. Wat er in de laboratoria aan personeel loopt is blijkbaar onvoldoende. Ja. Er zal meer tanden bijgezet moeten worden. Willen we niet de problemen in het onderwijs gaan vergroten op deze wijze? Want die problemen die zijn er. Die problemen zijn er, dat neemt ook toe. Hè. Zeker ook als we verwachten met z'n allen dat er een tweede coronagolf komt, dan zal dat zeker gaan toenemen. Dus het is ook goed om en zaak om nu je daarop voor te bereiden en maatregelen te treffen. Ik hoorde gisteren dat binnen onze scholen ook een andere type van oplossing is. Als een docent aangeeft, ik kan nu geen les komen geven vandaag, dan betekent dat hij niet fysiek naar de school kan komen, maar hij kan wel online zijn les geven. Dus dat gebeurt ook. Hè. Dus je ziet ook wel een stuk creativiteit naar boven komen. Tegelijk zie je, en dat is eigenlijk natuurlijk het mooie hiervan, dat je ziet dat er inderdaad een enorme drive is om het onderwijs weer te laten draaien zoals het hoort te draaien. Ja, en daar moet wel naar geluisterd worden. Ja, want voor de zomer lag het de tijd stil. Toen kwam de zomervakantie. Nu is er weer de kans om het onderwijs weer... Het heeft een beetje stilgelegen. Ik denk dat we het tekort zouden doen als we zeggen van het heeft helemaal stilgelegen. Want online is natuurlijk heel veel doorgegaan. Maar iedereen zag er naar uit om na de zomervakantie weer fysiek op school bij elkaar te komen. De lessen weer te kunnen geven. Nou, als we nu zien dat we met deze problematiek te maken hebben, dan is het inderdaad wel zaak aan de minister in dit geval, maar ook aan de GGD, om te kijken hoe kunnen we een creatieve oplossing wat mij betreft bedenken om aan deze problematiek tegemoet te komen. Ja, u zegt de minister, die hadden we 2 weken geleden hier aan tafel. Die zei, ja, er is niks aan de hand, een beetje luchten in die scholen, ventilatie en dan gaat het goed. Is dit een beetje de kop in het zand steken? Dit had je toch aan kunnen zien komen? Het was minister Slob die hier aan tafel zat. Ik heb het nu over minister Hugo de Jonge die hierover gaat. Okay, als het gaat over de testen. Nou, ik geloof niet dat minister Slob en het hele kabinet niet, zeker niet stoppen zij hun kop in het zand. Mm-hmm. Absoluut niet. De route die zij nu kiezen is natuurlijk in plaats van nationale maatregelen kijken van hoe kun je het regionaal aan gaan pakken. Er wordt een heel klemmend beroep op ons allemaal gedaan van houd je aan de afspraken, houd je aan de restricties.
Het is natuurlijk ook in die zin dan ook goed als een docent zegt van ja, ik ben niet helemaal fit of mijn vrouw is niet helemaal fit, ik blijf thuis. Eigenlijk doet hij dat gewoon heel goed. Ja. Om dan daarmee te voorkomen dat de eventuele besmetting zich zou uitbreiden. Ja, toch zegt een, alleen, dat zou versneld moeten worden dat die docent weer zo snel mogelijk naar school kan komen. Ja, directeur van een school voor speciaal onderwijs, die u ook onder uw hoede heeft. Ja. Die zegt, het is funest voor mijn leerlingen om ze naar huis te sturen. Want die zijn gebaat bij structuur, bij duidelijkheid en weten niet waar ze aan toe zijn. Ja, en dat is funest natuurlijk eigenlijk voor alle leerlingen. Ja. Zeker voor de kinderen en de studentjes in het speciaal onderwijs. Maar voor alle leerlingen is het natuurlijk funest als de lijn van rust en regelmaat als die doorbroken wordt. Ja. Ook de kinderen zagen er naar uit. Ouders zagen er naar uit dat het onderwijs weer gewoon gestart kon worden. Ja, het is natuurlijk wel heel triest als nu door een beperkte capaciteit of niet de voorrang geven aan, als dat de argumenten worden waarom het geheel weer verstoord wordt. Mm. Dat zou ik inderdaad wel een beetje blamage vinden. Ja, u heeft 180 basisscholen in uw organisatie, 7 scholen voor voortgezet onderwijs. Ik wil u niet benauwd maken, maar de herfst komt eraan. Ja. Dat is meestal het griepseizoen. Ja. En zeggen schoolleiders, vervangers zijn er niet te vinden. Nee, dat probleem speelt al langer. Ja, dus dat wordt alleen maar nijpender. Tegelijk zie ik wel dus dat scholen inderdaad ook de online oplossing hebben gevonden. En kijken van oké, als wij dus met een problematiek te maken gaan krijgen weer van een tweede coronagolf of een vergelijkbaar als de eerste. Dan zullen we maatregelen treffen ook wat betreft de online oplossingen. Ja. Dus ik denk dat dat al een hele goede route is. Maar als we bij de voordeur de zaken kunnen regelen. Door te zorgen dat leerkrachten snel getest worden, snel de uitslag hebben, dan denk ik dat daar nu de prioriteit aan gegeven moet worden. Ja, dus want gewone verkoudheid bestaat ook nog steeds, maar we willen wel snel mogelijk duidelijkheid hebben. Ja, dus u sluit zich in die zin aan bij die docenten of die schoolleiders die zeggen, laat die GGD's voorrang geven aan Jazeker. En mijn oproep is inderdaad dus van, als de GGD worstelt met een problematiek van capaciteit, laten ze dan kijken of dat zij met die commerciële partijen zaken kunnen doen ten gunste van de sectoren die het nodig hebben. Ja. We zijn een half jaar na de uitbraak van de coronagolf in maart. Het is nu september. Het onderwijs is toen bestempeld als een vitaal iets voor de samenleving. Vindt u dat de overheid het goed aanvliegt? Achteraf gezien. Als het gaat over zeg maar, de vitale beroepen in het onderwijs, dus de positie van de leerkracht. Ja. Ik denk dat de overheid er heel verstandig aan doet door nu in plaats van nationaal te denken voor in maatregelen, dat ze regionaal het meer gaan bekijken. Ik zou wel graag zien dat de overheid wat meer stappen doet om inderdaad bij die voordeur de zaken wat beter geregeld te krijgen. Ik bedoel, we weten allemaal van deze problematiek rond het coronavirus, hoe ingrijpend het kan zijn, hoe ernstig het kan zijn. Het grip hebben we er niet op. De vraag is natuurlijk sowieso, heb je ooit er grip op? Maar als je nu er alles aan kan doen om ervoor te zorgen dat het onderwijs en de zorg goed door kunnen lopen, dan zouden daar wel een paar tanden bij gezet kunnen worden. Ja, maar zou het funest zijn om scholen weer een aantal weken dicht te moeten doen? Als je kijkt naar de ervaring voor de zomervakantie, dan is dat natuurlijk wel mogelijk, maar het is niet wenselijk. Mm. Dus we moeten er nu alles aan doen. Dat doet men binnen de school. En dan hoop ik ook inderdaad dat de overheid wat dat betreft zijn medewerking verleent. Ja. Dat we er alles aan kunnen doen dat het onderwijs gewoon door blijft draaien. Ja, toch zou je kunnen zeggen tot slot, de scholen zijn rond 1 september allemaal weer gaan draaien. Ja. Ze hebben de hele zomervakantie gehad om dit voor te bereiden. Maar het lijkt wel alsof het onderwijs overvalt nu. Nee hoor, ik denk niet dat je dat zo kunt stellen. Ik denk ook niet dat het probleem nu bij de scholen ligt. Nogmaals, ik benoemde zojuist de oplossing van als een docent zich ziek meldt, dan wordt er gekeken, kunnen er online die dag de lessen doorgang vinden. Scholen bereiden zich wel degelijk voor. Ze zijn daar in de zomervakantie ook heel druk mee geweest. Ook als je kijkt naar alle maatregelen die ze hebben getroffen in de school zelf, om het allemaal veilig te laten zijn. Nu ligt de bal gewoon heel duidelijk bij overheid en bij de GGD. En ik wil niet de bal doorschuiven naar een ander zonder eigen verantwoordelijkheid. We moeten afronden. Maar hij ligt daar wel. Bal bij de overheid. Dank voor dit gesprek. Pieter Moens van de Vereniging voor Griffmid Schoolonderwijs. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Morgen bij Leven en Welzijn. Dan zijn we er weer. Graag tot dan. Dag.